Ken jij Groningen al? Stad en Ommeland? Nou, je bent er vast vaak genoeg doorheen gereden. Misschien woon je er wel? Maar ken je de verhalen ook? Ik bedoel de verhalen die elke generatie weer aan de volgende generatie vertelt. Bijvoorbeeld over de spinvrouw in Jipsinghuizen, die op een berg, de spinbaag, lange draden zat te spinnen om daarmee jonge mannen te vangen. Ik denk dat je een plek pas echt kent als je de verhalen kent. En weet je wat nou zo mooi is? Jij en ik gaan samen Groningen opnieuw leren kennen. Van verhaal naar verhaal. Door de hele provincie en al haar eeuwen heen. Te beginnen bij de woeste jaren. Toen de zee voortdurend het land overstroomde en het gebied hier keer op keer veranderde. Tot het werd wat het nu is. De mens wapende zich tegen de kracht van het water door wierden en dijken te bouwen. En toen kwam God. Ja, niet in eigen persoon natuurlijk. Alhoewel, keizer Karel de Grote die voelde zich heel wat. Hij bracht het christendom naar deze streken. Ja, en de kloosters hadden flink wat macht in die tijd. Maar we kregen er ook iets voor terug. Ze verstevigden de dijken. Ze zorgden voor de ontginning van het ruige land. En voor de aanleg van waterwegen en sluizen. De monniken gebruikten de smeuïge Groningse klei om bakstenen te maken. Daar bouwden ze hun kloosters van. Van die Groningse klei bouwden de middeleeuwers ook steenhuizen. Versterkte huizen waarin ze konden schuilen voor de vijand. Sommige steenhuizen werden later verbouwd tot borg. Dat waren een soort kasteeltjes voor de rijken. Maar de gewone man of vrouw had natuurlijk niets aan al die pracht en praal. Ja, ze mochten werken voor de geestelijke en de rijken. Maar verder waren ze natuurlijk kwetsbaar voor ziektes, stormvloeden, brute overheersers en krijgsgeweld. Noodlot. Ik heb het altijd al zo'n rotwoord gevonden. Zo onrechtvaardig. Waarom treft het de een meer dan de ander? Nou, daar had men natuurlijk wel ideeën over. Het was een straf van God. Het was werk van de duivel. Hekserij. Ja. En zo ontstonden verhalen. Mensen hadden het nodig om elkaar verhalen te vertellen. Niet alleen om alle misère te verklaren, maar ook om die te kunnen verdragen. Hoe louterend werkt het wel niet om je vijand even lekker zwart te maken in een roddelverhaal? En dan te geloven dat het recht zal zegevieren? Kom, ga mee. Dan leer je Groningen eindelijk echt kennen.